alternatief voor de squat jump. De squat jump ziet er als volgt uit. Ook weer sprong. Die gaan we gewoon in een diepe squat doen. Dus je zakt echt diep. Als je hem nog zwaarder voor jezelf wil maken, die squat, dan doe je arm omhoog. Omhoog. Zo ga je eigenlijk nog dieper in die squat. Het ziet er dan van de zijkant zo uit. Dus normaal gesproken squat jump. Jumpen halen eruit. Dan wordt het dus echt een squat. En squat. En squat. Als je ook nog eens bekkenproblemen hebt, pak hem dan schouderbreedte. Dus meestal doe ik mijn benen dicht tegen elkaar. Ik maak een V. Een soort plié. En dan trek ik hem recht. Ben ik precies onder mijn schouders en dan kan ik in een squat. Dan hou je bekken ook recht onder je lichaam. Succes!